Ja, het lijkt leeg in het Limburgs Museum, maar dat komt omdat het museum nu officieel gesloten is. We zijn wel weer geopend tussen openingstijden. Hè? Dan kunt u gewoon reserveren via www.limburgsmuseum.nl. Kiest u een tijd dat u graag op bezoek komt en dan kunnen wij garanderen dat u op afstand van andere bezoekers veilig en rustig kunt genieten van al het moois dat hier in het Limburgs Museum te vinden is. Bijvoorbeeld een prachtige nieuwe tentoonstelling met werk van schilder A.T. Haas. En 26 juni opent hij een tentoonstelling waarbij de wereld op bezoek komt in het Limburgs Museum, namelijk de Zilveren Camera. 200 beste nieuwsfoto's van het vorig jaar, ingezonden voor die belangrijkste fotojournalistieke wedstrijd. Dus foto's van de tramaanslag in Utrecht, van protesterende boeren, maar ook van IS, want het is dus de wereld. Gezien door de ogen van Nederlandse fotojournalisten. En u krijgt nu alvast een sneak preview, dat is een voorproefje, maar dan in het Engels. Al 70 jaar wordt die uitgereikt, die belangrijkste fotoprijs voor fotojournalisten van Nederland. Afgelopen februari was het weer zover, dan wordt die prijs uitgereikt. Dan mogen de mensen in Hilversum even kijken naar de tentoonstelling van alle winnaars. Maar daarna gaat die tentoonstelling op reis en dan komt die altijd als eerste naar Venlo, naar het Limburgs Museum. En hier staat de directeur, Bert Meddings. Goedenavond, welkom in het Limburgs Museum. Dankjewel. Waarom krijgt Limburg deze foto's te zien? Nou, het Limburgs Museum vertelt de verhalen van Limburg, maar Limburg leeft natuurlijk niet in een isolement. We zijn natuurlijk onderdeel van een veel groter geheel. En dat was natuurlijk eeuwen geleden al zo en dat is nu nog steeds zo. En dat is een van de redenen dat we heel graag de Zilveren Camera hier in het Limburgs Museum presenteren. Ja, we laten ook de Inkspotprijs zien elk jaar. De beste politieke spotprint eigenlijk. Ook over de actualiteit. En er zitten ook Limburgse componenten in deze editie van de Zilveren Camera. Een hele mooie documentaire serie over Frans Timmermans. Wederom, ook in Inkspot zat hij. Dus dat presenteren we hier. En we zijn heel blij dat we nu weer een nieuwe tentoonstelling kunnen openen. We zijn 3 weken open. 3 weken geleden opengegaan met een andere nieuwe tentoonstelling van A.T. Haas. En nu deze. En ik denk dat het hele mooie aanvullende presentaties zijn. Ja, hoe was het om al die maanden gesloten te zijn en om directeur te zijn van een museum dat niet... Ja, dat wil je niet. Je wilt open zijn. En dat zijn we nu gelukkig weer. En alle rust en ruimte kunnen bezoekers hier terecht om van mooie dingen te genieten. Ja, hebben heel veel namelijk. Heb je al wat gezien wat jezelf enorm aanspreekt? Ja, het is een hele mooie serie van freerunners die gewoon in de lucht zweven. Dus het is niet helemaal zware kost in deze toon, zit er zeker in. Maar het is ook politiek, cultuur, sport, alles zit erin. En je ziet eigenlijk zo'n heel jaar gebundeld. Hè? Ja. Zo'n jaar dat we eigenlijk ook door corona alweer bijna vergeten waren. Het lijkt zo ver weg. Hè? Want we zitten nu heel erg in de actualiteit van corona. Er worden ook hele mooie dingen nu gemaakt. Hè? Het is een film uit Horst, geloof ik, die een serie gemaakt heeft over ouderen in coronatijd. Hè? Wat doen ouderen in coronatijd? Nou, die willen we ook heel graag gaan presenteren hier in het Limburgs Museum. Maar goed, daardoor lijkt 2019 wel heel ver weg. Maar er zijn hele bijzondere dingen gebeurd. En er zijn prachtige foto's van gemaakt door, zoals gezegd, de beste nieuwsfoto's. Maar vooral die documentaire series kan erg aanraden. Ja, en we mogen ons verheugen de komende jaren, want de Zilveren Camera blijft naar het Limburgs Museum komen. Als eerste naar Venlo hier in het Limburgs Museum. Goed, dankjewel. Goed. Directeur van het museum. We gaan naar de directeur van de Zilveren Camera, van die fotojournalistieke wedstrijd. Oud-winnaar ook van de Zilveren Camera, oud-fotojournalist. En tegenwoordig regelt hij alles en zorgt hij ervoor dat al die 200 winnende foto's, want het zijn allemaal winnende foto's die hier te zien zijn, dat die hier te zien zijn. Marcel Molle. Dankjewel. Welkom. Ze hebben allemaal gewonnen, zoveel prijzen? Wij hebben 9 categorieën. In iedere categorie kun je zowel met enkele foto's winnen als met seriefoto's winnen. En dan heb je nummers 1, 2 en 3. Dat zijn uiteindelijk dan met een bepaalde rekenmaatstaf worden dat uiteindelijk 62 winnaars, 62 genomineerden. En één daarvan wint de Canon Zilveren Camera. Dat is de overall winnaar. Dat is de overall winnaar. Ja. Dat is dit jaar Eddie van Wessel. Ja, en niet voor het eerst? Nee, voor het eerst sinds de jaren 50, 60 hebben we voor het eerst een fotograaf die hem 3 keer heeft gewonnen. Is dat geluk of zegt dat wat over de kwaliteit van de fotograaf? Nee, dat zegt alleen maar wat over zijn kwaliteiten. Ja, waar heeft hij dit jaar mee gewonnen? Dit is een serie over IS-strijders die zich... ik hoorde je net zeggen van het lijkt alweer zo lang geleden. Nou, dit lijkt helemaal lang geleden dat IS werd verslagen. Die vastkwamen te zitten in Baghouz. Die waren helemaal teruggedrongen in één stadje in Oost-Syrië. En daar werden de burgers werden daar uit weggevoerd. En de slag om Baghouz, die heeft hij gefotografeerd. Ja, dus eigenlijk het laatste bolwerk van IS. Ja, precies, het laatste bolwerk, zo heet de serie. Ja, ik ga even die kant samen, want dan hebben we een prachtige doorkijk over hoe mooi die tentoonstelling hier is opgebouwd. Je ziet daarachter, als jij even daar gaat staan, dan hebben we je mooi in beeld.
hoe mooi die tentoonstelling is opgebouwd. Dit zegt ook wat over het werk van een fotojournalist. Niet over alle fotojournalisten natuurlijk, maar je moet ook durf hebben. Je moet dat maar durven. Hij is een van de weinigen. Het is geweldig hoe hij dingen heeft kunnen documenteren waar bijna niemand komt. Het zijn gebieden waar geen persregels gelden, waar geen visums worden gegeven. Hier gaat het echt om moed, ervaring, jarenlang investeren in de juiste mensen, weten wie je wel en niet kunt vertrouwen. Ja. En dat kan hij als geen ander. Nou laat hij ons, en dat laten alle foto's natuurlijk, hij laat ons een beeld zien. Hij laat ons een bepaald beeld zien van die situatie in dat laatste bolwerk. Ja. In hoeverre correspondeert dat wat wij hier op die foto's zien met de werkelijkheid? Nou, dat is een hele grote vraag. Kijk, wat Eddie gedaan heeft. Eddie is natuurlijk een allround professioneel journalist die zich aan onze regels houdt, maar ook aan de algemene regels van journalistiek. Wij hebben als regel dat een foto in één opname gemaakt moet zijn. Mag achteraf niet gemanipuleerd zijn in de zin van dat er pixels weggehaald zijn. Een poppetje weg of een bruggetje erbij. Ja, maar ook, het gaat ook op pixelniveau. Je mag niks weghalen, niks toevoegen. Het moet in een rechthoekig kader geplaatst zijn en in één opname gemaakt zijn. En je mag niet te veel achteraf meer, want dat kunnen we natuurlijk allemaal thuis op de computer. We kunnen heel erg spelen met hoe zo'n foto eruit ziet. We zijn allemaal die filtertjes gewend van onze iPhone. Ja, nee, maar die filters die zijn sowieso uit den boze. Eddie is een purist, die wil alleen maar in zwart-wit werken. En er is één camera op de markt die weliswaar digitaal is, maar alleen maar zwart-wit kan fotograferen. Die heeft hij. Die gebruikt hij ook voor deze foto's. Ja. Om te voorkomen dat hij achteraf in de verleiding komt om kleurenfoto's te gaan leveren. Want uit onze normale digitale camera's, daar komt een kleurenbeeld uit, wat wij dan desgewenst in zwart-wit kunnen omzetten. Eddie die wil dat niet. Die wil niet in die verleiding komen om foto's die zwart-wit wil presenteren aan de wereld, om die alsnog in kleur te verkopen. Ja. Kun je ons uitleggen als leek, jij bent oud-fotojournalist, wat er nou zo goed is aan bijvoorbeeld deze foto? Nou, dat zal ik proberen, maar het begint vooral ook bij de jury, bij het geheel. Het zijn 12 foto's. Een serie, ja. Het zijn 12 foto's, die hebben de Canon zilveren camera gewonnen. Wat de jury daarvan heeft gezegd is dat het echt heel erg goed geëdit is. Dat wil zeggen dat er geëdit, dat wil zeggen een soort het samenspel van alle foto's. De keuze van de beelden, keuze van het verhaal wat ze samen vertellen. Het beeld, zoals zij dat met elkaar oproepen, dat is eigenlijk de kracht van deze serie. Je kunt dan niet één foto uithalen die dan vervolgens het hele beeld of het hele verhaal vertelt. En je hoeft er ook niks meer aan toe te voegen. Eigenlijk is dit, en dat kan hij als geen ander. Dit is een afgewogen serie die het hele verhaal in één serie vertelt. En dan, als je dan vraagt van wat is er zo bijzonder aan deze foto. Nou, ik weet dat je dit soort beelden, deze mannen laten zich niet graag zo fotograferen. Als je zo ver kunt komen dat je dat vertrouwen van die mannen kunt hebben, kunt krijgen, dat jij dit kunt maken, dan ben je echt een hele grote. Ja. Hoe zit het eigenlijk met de fotojournalistiek op dit moment? Hè? In de journalistiek horen we veel over fake news. En we horen ook dat je met films en foto's heel makkelijk, steeds makkelijker kunt manipuleren. Ja. Vroeger gebeurde het al in de tijd van Lenin en Stalin, dat mensen die het regime niet welgevallig waren, verder weggeretoucheerd. Wat is op dit moment de staat van de Nederlandse fotojournalistiek? Nou, ik denk dat we de Nederlandse fotojournalistiek, dat die in hoog aanzien staat. Ja, tenzij ik het niet goed aanvoel, maar ik hoor niet veel geluiden van dat wij nou gewantrouwd zouden worden. Ik denk ook dat komt omdat we in ieder geval bij de zilveren camera die digitale manipulatie ook echt achteraf controleren. Dus je moet bij ons je oorspronkelijke bestand ook inleveren.
En als je daarmee knoeit, dan ben je je reputatie voor altijd verloren? Dan ben je niet alleen gedisqualificeerd voor de wedstrijd, maar wij communiceren er niet mee. Maar ja, als je beelden instuurt die echt evident zijn gemanipuleerd en die zijn in de krant geweest, ja, dan heb je wel een probleem. Dan heb je wel iets uit te leggen. En dat vertrouwen wat er volgens mij nu is, dat als je het eenmaal kwijt bent, dan komt het maar heel moeilijk weer terug. Ja, kun je er rijk van worden, van fotojournalist zijn? Nee, niet rijk in de zes nullen. Je kunt er, als je het goed doet, kun je er een modaal salaris aan overhouden. Maar het is in Nederland wordt het wel echt wel heel erg ingewikkeld. Fotoredacties die worden opgeheven, prijzen per foto's die echt naar een schandalig laag niveau gaan. Met als idee, we kunnen het zelf wel? Of wat is daar het mechanisme achter? dat zou ik zo niet weten. Ik geloof niet dat er gezegd wordt dat we het zelf wel kunnen. Er is gewoon geen geld. Doe het voor 35 euro of doe het niet. Ja. En 35 euro, dat is niet een fictief voorbeeld. Er zijn kranten die 35 euro per opdracht geven. Ja. Dat gelukkig is dat nog niet bij de landelijke dagbladen nog niet. Maar ook daar staat het wel ontzettend onder druk. Dan is het maar goed dat bij de Zilveren Camera ook steeds een geldbedrag hoort voor de uiteindelijke winnaar. Een aanzienlijk bedrag. Ja. Kunnen ze een mooie nieuwe camera verkopen. Dankjewel. Wij wandelen nog even verder. Geniet ervan. Het ziet er prachtig uit, toch hier? Het hangt hier echt fantastisch. Ja. Ja, echt, ja. Ik ben er heel erg trots op. Ja, goed. Echt. Nou, geniet ervan. Ja. Anderhalve meter afstand. Ik moet er steeds aan denken, maar ik probeer het echt daar heel goed op te letten. Daar staat Marieke, die ken ik, want die werkt voor het Limburgs Museum. Hallo Marieke. Ja, waar was je aan het kijken? Dit werk. Het indrukwekkende werk. Dit is een documentaire serie van Marijn Vidder. Zij heeft de prijs gewonnen van de categorie documentaire nationaal. En wat zij gedaan heeft, zij heeft kinderen van 0 tot en met 13 in verschillende stadia van hun ziekte vastgelegd. En het is natuurlijk een heel schrijnend onderwerp, maar als je een beetje afstand ervan neemt, zie je ook hoe ze dat op zo'n mooie, empathische, gevoelige manier heeft vastgelegd. Ja. Wij bieden kinderen ook de ruimte om te komen kijken naar deze foto's. Ja, en wat van te leren of wat is het plan? Ja, zeker ook om van te leren. Het is denk ik ook een hele goede tool om met je ouders hier naartoe te gaan. Hebben we een kijkwijzer hebben gemaakt. En in die kijkwijzer staan verschillende kijktips. Dat zorgt er ook voor dat je niet alleen over het onderwerp in gesprek hoeft te gaan, maar ook vooral kan gaan kijken naar hoe heeft een fotograaf dit nou vastgelegd. Als je bijvoorbeeld naar dit beeld kijkt, mm-hmm. Frans, wat is het eerste wat jou hier opvalt? Ja, ik zou zeggen de cirkels. En de cirkels die steeds naar het midden toe kleiner worden. Ja. En dan zie je eigenlijk pas dat daar iemand op dat bed ligt. Ja, precies. Voor kinderen kan het zijn dat je bijvoorbeeld dat net lijkt of je in een ruimteschip zit. En door die verschillende kijkvragen. Zo trek je eigenlijk het oog naar het centrum toe waar uiteindelijk dan iemand. Ja, ja. En door die verschillende kijkvragen willen we eigenlijk de kinderen wat tips en tricks meegeven over hoe je naar fotografie kan kijken, maar ook om het zelf te gaan doen. Ja, en hoe zit het met, want ik kan me voorstellen dat opa's en oma's nou denken van, ja, maar het zijn nieuwsfoto's. We zien ook foto's uit oorlogsgebieden. Is daar aan gedacht bij het bezoeken van, bij jonge bezoekers? Ja, zeker. En we hebben ook niet bij iedere foto bijvoorbeeld een kijkwijzer. Maar aan de andere kant is het ook heel erg belangrijk, want het maakt onderdeel uit van onze wereld, dat we toch ze helpen om die onderwerpen ook bespreekbaar te maken. Ja. Maar er zijn ook hele mooie foto's van de sport, van de kunst en de cultuur. Dus het zijn niet alleen maar van deze schijnende beelden. Ja, nou zijn de foto's mooi, maar het is ook belangrijk hoe ze hier te zien zijn. En de directeur van de Zilveren Camera zei net, het ziet er prachtig uit hier. Ja, gelukkig. Ja, heb jij eraan bijgedragen? Nou, een projectgroep van Frank Holthuis was de conservator van deze tentoonstellingen. Die heeft samen met zijn projectgroep verantwoordelijk geweest voor deze tentoonstelling. Geef het compliment door, zou ik zeggen. Ja, dat zou ik zeker doen. Dankjewel. Ga ervan genieten. Ja, we gaan naar een fantastische foto. Die hebben we heel veel gezien de afgelopen maanden. Meer dan een jaar, want telkens als het ging over die magische overwinning van Mathieu van der Poel, die wielrenner, de Amstel Gold Race, dan zag je niet een foto van dat hij over de finish reed of dat hij die laatste belachelijke inhaalrace aan het doen was, maar dan zag je deze foto. Na de race, Mathieu van der Poel liggend op de grond, zijn fiets op de grond, zijn mond wijd open gesperd en alsof hij Christus van het kruis op de grond is gedrapeerd. Zo ziet die foto eruit. En het mooie is dat deze foto
deze winnende foto in de sportcategorie gemaakt is door een Limburger, Marcel van Horen. Hoi. Marcel, proficiat. Dankjewel. Hoe vaak heb je dat het afgelopen jaar gehoord? Heel vaak. Vorige week nog. Ja? Het gaat maar door, ja. En waar dan? Gewoon als je mensen in de supermarkt? Ik liep met mijn moeder te wandelen op de Brunsemaai en ik kwam een bekende tegen en die begon meteen over die foto. Ja, ja, en ja. Dat lijkt me ook. Dit is iconisch geworden. Dit wordt op die iconische overwinning van Mathieu van der Poel geplakt. Dit is een foto die over 50 jaar, over 100 jaar nog steeds getoond zal worden. Ja, dat klinkt goed. Ja, ja, daar was ik bij. Ja. Het mooie was dat je bovenop de emotie zat van der Poel. Hij was aan het huilen, lachen, schreeuwen, gillen. Alles kwam eruit. Ja. Het was één grote scrimmage van persmensen. Ja, want je zou bijna vergeten, hier sta jij dus. Ja. Jij hebt die camera vast. Wat zit je nou op je knieën of zit je op je kop? Nee, ik sta voorover gebukt. Ik viel bijna op hem. En ik zat nog verstrikt in de kabel van de NOS. Maar de truc was een beetje, ik zag hem aankomen van heel ver, over de finish. En er was een scherm, daar kon je alles nog beter op zien. En er was een T-splitsing. En toen ben ik op het laatste moment, toen was hij 15 meter van me vandaan. Toen dacht ik van, ik steek over. En ik draai me zo om en hij laat zich voor mijn neus vallen. Dus een stukje geluk moet je ook hebben. Want jij was daar om een foto te maken van de Amstel Gold Race. Ja, waarom sta je dan niet bij de finish? Mijn collega zat bij de finish, die maakte de finishplaat. En ik zat er 100 meter achter. Om de winnaar op te vangen. En had je gehoord dat hij ging winnen, dat hij won? Nou, wist je dat het Mathieu van der Poel was? Ja, dat wist ik wel. Ik was er 's ochtends om 8 uur al mee bezig. Van, als dit de dag van Mathieu gaat worden, hoe wil ik dat dan vastleggen? En uiteindelijk viel alles op zijn plek. Ja, dat heb je ook wel eens. Ook nog wel interessant, hoe vaak moet je nou op dat knopje drukken? Is dit de enige foto die je gemaakt hebt? Heb je al 200 gemaakt? Ik heb hier een stuk of 40 beeldjes van, denk ik. Daar heb ik er 8 van heel snel geselecteerd, op het ANP-net gezet. Maar deze sprong er voor mij uit omdat hij hier ten voeten uit op staat. In die kluwen met mensen, dat ik hem toch helemaal in beeld heb. Tot elk vingertopje. In plaats van alleen maar dit stukje. Ja. En dan heb je hem gemaakt, dan kies je hem uit. En doe je er dan nog wat mee? Nou, een beetje contrast en een beetje aan de kleurtjes, maar daar verder ook niet. Want en wat is dat een beetje aan de kleurtjes, vertel eens? Ja, een beetje wat frisser, want je... Iedereen hangt er overheen, dus het is best wel een beetje, het contrast neemt af. Dus dan haal je het contrast weer een beetje op. Maar je hebt ook heel weinig tijd daarvoor, want het moet snel het ANP-net op en dan de wereld over. Ja, en wanneer wist je, dit is een wereldfoto? Nou, meteen. Ja, ik liep naar mijn collega terug op de finishlijn en zegt van, en? Ik zeg, ja, het is wel goed. Sturen, zegt hij. Ja. Nou, een NSP zilveren camera sportfoto van het jaar. Ja, superleuk. Nou ben je eigenlijk klaar. Ik kan stoppen. Ja. Of heb je de foto's van dit jaar al verzameld in een mapje? Ja, die staan al in een mapje op mijn bureau. Dat een paar, want je moet wel heel selectief zijn in wat je instuurt, vind ik. Je moet niet gewoon... Dus ik heb er al een paar geselecteerd. Vertel eens, wat is de beste foto tot nu toe? Ja. Dit wordt toch pas uitgezonden in 2023. Dus de beste foto moet ik nog maken. Het sporten gaat nog beginnen, hè? Het sporten gaat nog beginnen, ja. Ja, geniet er nog even van. Ik denk dat iedereen hem kent, maar dat het toch fascinerend is om hem van dichtbij op zo'n grote nog een keer te zien. Superleuk. Ja, zeker. Proficiat. Dankjewel. We wandelen hier naartoe. Daar zien we de tramaanslag 2019. Hier de boeren. Met prachtige, onze blauwe trots, de nationale trots, boven onze andere trots. Zoveel trotsen hebben we in Nederland. Jules Deelder. Dat is... mevrouw Holleweer toch, dacht ik. Ja. En hier, een bekende. Wacht, meneer de Groef, nu als u daar gaat staan... Daar staan. Ja, dan kom ik aan deze kant gewandeld. Doen we het op deze manier. Theo Bovens, gouverneur van de provincie Limburg. Welkom in het Limburgs Museum. Ja, ik hoorde je alles over trots roepen, maar dit is natuurlijk ook trots. Hè? Ja, want wat zien we, meneer de gouverneur? Ja, dat hoef je bijna niet uit te leggen. Dit zijn natuurlijk schutterijen in actie. En wij waren aan het afvragen toen ik hier kwam van waar zou dat nou precies zijn geweest. En je probeert dan te kijken, want er staat geen bordje bij met welk dorp of welke gemeente het is. Maar die kent u allemaal als uw broekzak, toch? Ja, want ik heb dan nu, zijn we er toch achter, dat dit waarschijnlijk Kessenich is in Belg. In Belg, ja. Maar dat maakt niet uit, de schutterijtraditie is van de beide Limburgen, daar gaat het natuurlijk om. En dit is eigenlijk, probeert het beeld te grijpen van dat schutterijen. Wij zijn gewend die massale schuttersfeest, zoals het oude Limburg schuttersfeest. 160 verenigingen, 25.000 man of 40.000 man. Maar die schutterijen doen natuurlijk het hele jaar ook andere dingen. Zitten in de jaarkrans, doen mee aan de processie, halen de kinderen in voor de communie. Gaan hier en daar eens naar een 60 jaar huwelijk of zo. En ik denk dat hier een feest van het dorp is, want de vlaggen hangen uit. Het zal waarschijnlijk door de week zijn, want de slagers staan nog voor de deur.
En ze gaan waarschijnlijk ergens een of andere festiviteit opluisteren. Dat is het. Dat is het mooie van het contrast. Het hoeft niet altijd massaal te zijn om toch de samenhorigheid uit te drukken. Dat biedt hoop voor de toekomst, voor de coronatoekomst. Want wanneer gaan we dit ooit weer zien, meneer de Boeven? Ik denk niet dat het zo heel lang duurt. Mensen mogen met de aantallen langzamerhand wel al bij elkaar. Maar de afstanden zullen dus iets groter moeten zijn, want ze zijn nog wat kort bij elkaar. Maar het is wel vervelend dat je bij deze coronacrisis, dat alles waar wij in Limburg trots op zijn, of goed, of het nou de carnaval is, of het bij elkaar komen, waarom niet de fanfares, de schutterij, het verenigingsleven in zijn algemeenheid, dat die nog net getroffen zijn door de maatregelen en de adviezen voor corona. Dat betekent dat je in feite in je Limburgerschap wordt getroffen. Dat is wat dat gaat doen als je dat 3,5 maand niet meer gedaan hebt. Als je al 4 maanden of 5 maanden niet meer gezongen hebt, niet meer hebt gemuziceerd, niet meer met een schutterij op stap bent geweest, et cetera. Wat gaat dat doen met onze ziel in deze provincie, met de gemeenschap? Ja. Dat is nog even in de sterren. Kijk, het komt zeker een keer terug. Maar wat doe je als je dat een half jaar niet hebt meegemaakt? Het Limburgs Museum is al open. Dat is ook al heel belangrijk, toch? Voor dat Limburgs Museum. En voor het gevoel van heel veel dingen zou het goed zijn als je deze foto's weer ziet. Dat fleurt de mensen denk ik wel weer op. Ja. Tot die tijd, tot 6 september, is ook dit te zien. Een fotoserie van André Bakker. Ja. Defilé door het dorp. Wat is eigenlijk uw verhouding met foto? Journalisten, die rennen natuurlijk ook, zeker in tijden van crisis, als er wat los is, dan lopen ze allemaal om u heen en dan drukken ze. Denk je dan steeds van, zit mijn haar goed, zit mijn pak goed? Nee, daar ben ik mee gestopt. Mijn moeder zaliger, die keek daar wel nog naar. En die belde mij ook op van, je moet naar de kapper, want ik heb een foto gezien. Overigens als anekdote, ik was 3 maanden corona, ik had dus ook een 3 maanden kapsel, bij wijze van spreken, nog zo'n beetlekop. En de kapper belde op, want die had een foto van mij gezien in een van de magazine. Hij had gezegd, jij moet nu komen. En dat was de eerste week meteen dat het weer open was. Dus de fotografen hebben mij gered, anders liep ik nou nog steeds waarschijnlijk zo rond. Dus je hebt leren dealen met die fotografen? Ja, maar dat is, ik moet zeggen, we kennen natuurlijk de meeste inmiddels. Het zijn toch de regionale fotografen, die ken je. En ik moet zeggen, ik vind ze altijd uitermate integer werken. Ik heb nog nooit last gehad dat iemand een foto van je maakt van denk, waarvoor maken ze nou zo'n foto? En de keuze natuurlijk om het in een krant of in een magazine te zetten. Die maken de fotografen natuurlijk niet zelf, dat is ook wel zo, maar ik heb niet te klagen. Ik kan mijn kop toch niet beter maken dan die is. Dus in die zin. Ik moet zeggen, beeldtaal is natuurlijk heel belangrijk. Ook in het kader van de verslaggeving, ook van politiek bijvoorbeeld. Hoe zet je mensen neer? De meeste problematieken in de provincie worden met foto's weergegeven. En dan niet zo portretten van mensen, maar van situaties. Het kan iemand breken. Het kan een politicus breken, een foto, een foto op het net het foute moment, een onbewaakt moment. Ja. Ja. Nou, ik moet echt zeggen, daar kan ik de Limburgse fotografen zoals ik ken, zijn daar niet op uit. En dat is maar goed ook. Fijn. Er is toch wel een mooie relatie mee. Ja. Heeft u al tijd gehad om rond te wandelen op de tentoonstelling? Ja, een klein beetje, maar veel te kort. Hier heb je echt meer tijd voor nodig. En dat is wat we natuurlijk in deze coronatijden ook hebben. Tijd. En hij hangt er nog tot 6 september, deze tentoonstelling, de zilvercamera. Dank u wel, meneer de gouverneur. Hopelijk tot snel, misschien op een schuttersfeest. Ja. Dank u voor het komen. Dan rest mij eigenlijk niets meer dan de tentoonstelling nog te openen. Daar hadden we eigenlijk een schutterij voor in gedachten en een fanfare en alles wat daarbij hoort. Maar dat kan natuurlijk niet door corona. Dus we hebben een hele bijzondere gast zover weten te krijgen om deze tentoonstelling vandaag voor u, digitaal, virtueel, maar u bent er wel bij, te openen. Dames en heren, mag ik u voorstellen aan de commissaris van de Koning van Limburg, Theo Bovens. Meneer Bovens. Ja, dat is toevallig. Fantastisch dat u hier bent. Ja, dat is natuurlijk toch, als je met minder mensen moet zijn, moet je het werk een beetje comprimeren. Dus ik denk, ik doe maar 2 dingen tegelijkertijd. We staan hier bij de winnende foto van Marcel van Hoorn. En dat is natuurlijk ook een beetje aanleiding om die tentoonstelling hier te krijgen in Limburg. Een aanrader denk ik voor iedereen om naar het Limburgs Museum te komen en deze tentoonstelling te bekijken. Maar hij moet natuurlijk officieel geopend worden. Het ergste wat kan gebeuren is dat je dan een telefoon uit je handen neemt en een selfie gaat maken met dit. Dat is echt een belediging voor de mensen die hier foto's hebben hangen. Dat heb ik dus ook niet. We hadden even afgesproken iets ludieks, we doen het met een knip. Maar kan dat niet? Zelfs als je dit doet, is maar de vraag of mensen nog weten dat dit een foto maken is. Maar ik wil het best doen als jij meedoet. Tel ik af, doen we het samen. Anderhalve meter afstand, maak een foto van elkaar. Ja. Kijk, daar komt hij. 3, 2, 1. Knip, zeggen we dan. Dank u wel, meneer Boven. Hij is geopend. De tentoonstelling is geopend, dat betekent dat u nu ook van harte welkom bent in het Limburgs Museum. Voor de afstand, daar zorgen wij ook voor. Als u zich even aanmeldt via limburgsmuseum.nl, kunt u een tijdslot reserveren. Dan weten we hoe laat u komt. U mag dan zo lang blijven als u wil. Maar dan zorgen wij dat het rustig genoeg op zaal is om daar van deze tentoonstelling en het andere moois in ons museum te genieten. De zilveren camera nog tot 6 september te zien in het Limburgs Museum in Venlo.